Ja, vooral bij Nederlandse films. Ik bedoel, je hebt nog geen pap gezegd of er trekt iemand zijn blouseje uit. Er is voor een populist niets rampzaliger dan aan de macht te komen. Ja, want dan ben je klaar. Ja, want dan ben je klaar mee. Want je kunt niks, je kunt niks. Nee. Als populist aan de macht komen, kun je één ding met absolute zekerheid voorspellen. Dat wat er misgaat, gaat nog veel erger mis. En bovendien neemt de corruptie hand over hand toe. Ja. Het is awesome. Kunt u mij horen? Heb jij nog je afgevraagd waarom bij de politieke beschouwingen in Den Haag iedere keer toch weer de aandacht uitgaat naar Wilders, Baudet, waarvan je weet ze gaan weer met een raar toespraakje komen? Nou, ik begreep dat Wilders eigenlijk ook allerlei retoriek had ingezet, al nieuwe woorden had verzonnen. Samen met Martin Bosma hebben ze natuurlijk maandenlang zitten genieten. Bij een glaasje om rare woorden te verzinnen. De gouden bezem hadden ze bedacht, volgens mij. Tegenstanders en zo. Maar in feite werd Wilders natuurlijk totaal overschaduwd door de gek van het moment, namelijk Thierry Baudet. Ja, weet je wat zo raar is? Ik heb altijd meelijden, zouden zijn ouders nog leven? Ja, volgens mij wel. Ja? Ja. Het moet toch een ramp zijn als je een van je kinderen, die aanvankelijk wellicht een min of meer normale indruk maakte, plotseling knettergek blijkt te zijn. Ik denk dat ze misschien wel heel trots zijn op hem. Dan begrijp ik waarom Thierry daar geproduceerd is. Dat is nou weer heel wat anders. Maar je hebt toch nog een keer zo'n boekbespreking met hem gedaan samen? Met Baudet? Nee, ik heb een bespreking samen met die Engelse conservatief. Oh, het was een Engelse man, dat klopt, ja. Een Engelse schrijver. Ja, dat ging over architectuur. En hij was de moderator. Het ging eigenlijk over modernistische architectuur. Nu wil het geval. Ik heb moet ook niks... tot heel weinig hebben van modernistische architectuur. Dat is sowieso is het modernisme in mijn ogen op allerlei terreinen een volstrekte ramp geweest voor, laten we zeggen, de esthetische productie van de westerse cultuur in de ruimste zin van het woord. Als je nou kijkt naar schilderen, naar muziek, naar architectuur, het maakt allemaal niet zo verschrikkelijk veel uit. Het is verintellectualiseerd en dingen die... kunst is... was in hoge mate een ambachtelijke aangelegenheid. Dat is geïntellectualiseerd. En ik moet erbij zeggen, vaak als dingen verintellectualiseerd worden, zijn ze strontvervelend. Er valt er niets aan te beleven. Althans, behalve door de mensen die bij dat proces betrokken zijn geweest. Maar niet voor de normale kijker. Hè. Ik herinner mij een museum in Washington. Ik vond dat op zichzelf heel interessant. Dat is een collectie door een of andere staalbaron die bij ingebracht is daar op de Mol. Ik ben een Hirschhorn Collection, geloof ik dat het heet. En dat begint met laat 19e-eeuwse schilderkunst. Nou, daar staan de mensen, het is een vrij druk bezocht museum. Mensen staan daar aandachtig te kijken naar schilderijen. Maar je begrijpt, dan wordt het geleidelijk aan. Dan krijgen we de fauvisten en geleidelijk aan wordt het abstract. Dus het is een gebouw met meerdere verdiepingen en... Nou ja, ze op de derde, vierde verdieping beginnen ze harder en harder te lopen. Die schilderkunst zegt ze eigenlijk niet veel. En dan helemaal boven krijg je Bacon. Kijk je het werk van Bacon? Ja, zeker. En paf, daar staan ze weer stil. En raken ze gefascineerd door de schilderkunst. Door Bacon. Ja, door de naam ook bedoel je. Wat? Doordat er iets aan te zien is. Ja. Je kunt er iets van maken met je hoofd. Hè? Ja. Er zijn ook hele leuke onderzoekingen van mensen die naar abstracte schilderijen kijken. En als je die dan kijkt naar de hersenactiviteit, eerst zoeken ze wanhopig naar een patroon, naar iets waar ze houvast aan hebben, laten we zeggen, met hun hersenen. En tenslotte geven ze het op en gaat het lampje uit. Maar dan is het hoe abstract is abstract? Ja, want... dat is natuurlijk nog een ander punt, dat er natuurlijk een enorm overgangsgebied is. Abstractie, op weg naar de abstractie, kan het heel interessant zijn. Want je ziet ook wel waarom die weg bewandeld wordt. Maar dan tenslotte, als de totale abstractie bereikt wordt, is die, althans bij mij en bij velen zoals ik, die beschreven zullen worden als fascistische kleinburgers, zal ik maar zeggen, fascistoïde kleinburgers, is de belangstelling geweken. Ja, dat is een hele wonderlijke zaak, maar zo is dat eigenlijk. Ja, maar je kunt ook beredeneren dat als het abstract is, dat je goed moet nadenken, dat je hersens echt aan het werk moeten. Ja, je kunt denken dat je een ons weegt, maar er valt niks van te bakken. Nou ja, iedereen maakt er iets anders van, dat is het mooie.
Ja, dat is, nou, dat vind ik helemaal niet. Want volgens mij zal iedereen zeggen, tenslotte zeggen. Ja, het feit is natuurlijk dat de abstracte kunst in hoge mate natuurlijk een museumkunst geworden is. Ook vaak door de gigantische afmetingen ervan. Ja. Veel kunstenaars werken al voor het museum. Maar ik zou van mijn leven niet een groot abstract schilderij boven de bank willen hebben. Maar jij maakt er een... Nee, dat is het mooie smaak. Maar jij zou er een gebakje van maken en ik maak er een bromfiets van, om even iets te noemen. Nee, dat lijkt me helft onwaarschijnlijk. Hoe je daar een bromfiets van kunt maken. Van Two Women van de Koning, nee. Nee, ik heb dus de abstractie... Nogmaals, ik begrijp wel het intellectuele traject wat geleid heeft tot de abstractie. Maar je kunt ook in een stad, op weg naar iets, kun je tenslotte in een doodlopende steeg terechtkomen. En dan kun je allerlei dingen doen. Je kunt aan het eind van de steeg kun je een zitje maken, een kop koffie drinken, zeggen dat best fijne steeg is. Maar tenslotte moet je door. En dan moet je toch de steeg weer verlaten. En abstracte kunst is een klassiek voorbeeld van een doodlopende steeg. En je ziet ook dat de meest succesvolle schilders van de afgelopen pak een beetje decennia zijn gewoon weer figuratief gaan werken. Hmm. Stedelijk had een reusachtige tentoonstelling van David Hockney. En gemengd met Van Gogh, zag ik mezelf. Van Gogh gemengd met Hockney. Maar is dit een eigen waarneming of is dit echt wetenschappelijk aangetoond? Alles wat ik zeg is eigen waarneming. Okay. Hier heb ik geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Omdat natuurlijk de hele kunsthistorische wereld, die gaat natuurlijk voor de abstractie. Sterker nog, daar heerst heel sterk het idee, kunst is altijd abstract, wat overigens abstract volkomen juist is. Als ik het Colosseum schilder, niet waar keurig, je kunt zien dat het Colosseum is. Ja, het is het Colosseum, heel klein en op een plat vlak en uitgevoerd met verf. Dus ja, dat is al een abstractie. Dat is zo klaar als een klontje. We hadden de abstractie niet nodig. Maar in de kunstgeschiedenis is natuurlijk de abstractie, dat is het hoogtepunt van de westerse ontwikkeling van de kunst. Dat is een ander, denk ik, volkomen onjuist idee dat de kunst iets is wat zich wat een bepaalde noodzakelijke ontwikkelingstraject doormaakt, waarbij, laten we zeggen, de verdere stadia beter zijn dan de verlaten stadia. Maar hier ging dus die discussie ook over met Baudet als de moderator en die andere man, wiens naam ik ben. Ja, en hij kon niet anders dat, ik ben al vergeten hoe die man heet, die heeft zich later geloof ik onsterfelijk belachelijk gemaakt, omdat hij gefinancierd werd door een tabaksbedrijf, ik weet niet precies hoe het zit. Maar op dit punt was ik het er wel mee eens. Modernistische architectuur, kijk, en dan heb je natuurlijk wel een paar topmodernisten, die zijn nog wel interessant. Maar natuurlijk zeker ook in de architectonische wereld, die wordt beheerst door epigonen. He, want ja, niet alles kan door één of twee of drie wereldberoemde architecten ontworpen worden. En dus het overgrote deel van wat er gebouwd is, en er is wat gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, is het werk van epigonen. En dat is meestal beroerd werk. He, modernistische gebouwen worden ook heel slecht oud. Er zijn altijd problemen mee. Ja, denk aan het Rietveldhuis. Hartstikke leuk huisje om te zien, hè, met die primaire kleuren. Maar je kunt er beter niet in wonen. Als je er ooit geweest bent, begrijp je waarom ik dit zeggen kan. En hoe komt dat dan? Omdat het een klotenhuis is om in te wonen. Onmogelijke onderverdieping. En die bovenverdieping was gedacht als met veranderbare kamerruimtes. Met panelen die op railsjes liepen, maar je begrijpt het al. Die panelen lopen niet lekker op die railsjes. Rietveld zelf heeft er notabene een tijdje gewoond en had er een takkenhekel aan wat hij zelf had gemaakt. Maar goed. Dus alles staat in het teken van de vorm, wil je eigenlijk zeggen, en de constructie is minder belangrijk. Ja, zeker. Ja. Dat natuurlijk, veel modernistische architecten zijn ooit geïnteresseerd geweest in de vraag of het een handig gebouw was, of dat het nuttig was voor het doel waarvoor het eigenlijk neergezet was, of dat mensen het fijn vonden om erin te wonen. Nee, in het algemeen hebben mensen een ontzettende hekel aan modernistische gebouwen. En je hebt natuurlijk, dat moet ik zeggen, dat natuurlijk het postmodernisme in architectuur, daar zie je ook hoe men zich wanhopig probeert los te maken van die vervelende vormtaal van het modernisme. Maar goed, mijn broer bijvoorbeeld neemt op dit punt een beduidend, hoe zal ik zeggen, genuanceerde standpunt in. Maar we hadden het over Baudet, want zo kwamen we op dit punt. Ja, en ik had op zichzelf best een leuk gesprek. Ik heb namelijk de indruk, ik meen me te herinneren, dat ik, zonder dat goed te begrijpen, Baudet nog even uitgelegd heb wat
wat er mis was aan populistische politiek, maar dat weet ik niet zeker meer. Toen op dat moment, bij die toespraak? Ja, dat was in die grote boekhandel Donner in Rotterdam, die volgens mij later ook verhuisd is. Maar toen was hij nog niet politiek actief? En dan was hij ook nog niet zo extreem, denk ik. Nee, het was een soort student, leek me. Ik had hem verder nooit ontmoet of zo. Hij had me opgebeld of ik het leuk vond om met die man in discussie te gaan. Ja. Ja, maar bij Baudet, want zo kwam op het verhaal die natuurlijk weer een gigantisch verhaal had over de school waar Kaag had gezeten en complotdenken en dat soort dingen. Het is toch allemaal geschreven om reuring te veroorzaken, om op te vallen, om weer het nieuws te halen. Ja, dat is een interessant vraagstuk natuurlijk. Baudet heeft niet lang geleden verklaard dat zijn enige doel in het leven was provocatie. Nou, je kunt niet anders zeggen dan dat dit provocatieproject bij deze algemene beschouwingen zeer succesvol is geweest. En tegelijkertijd moet je constateren, hij is knettergek. En wat ik nooit goed heb begrepen, ik weet ook niet hoe dat in werkelijkheid zit, gelooft hij die onzin zelf? Nee, hij speelt het. Of speelt hij het? Ja, hij speelt het. Dat denk ik. Ik denk dat de mensen om hem heen die me echt kennen, die weten hoe die echt is. Ik denk dat het een rol is om in de media aandacht te genereren. Nou, ik vind je nog heel mild over Thierry, moet ik zeggen. Ik heb sterk de indruk dat hij, als hij al begonnen is met deze flauwekul te spelen, dat hij er zelf in is gaan geloven. Ja, dat denk ik ook. En dat is natuurlijk een rampzalige ontwikkeling, want tenslotte word je opgezogen, niet waar, door je eigen paranoia. In dit geval is het toch een vorm van wereldhistorische paranoia. We zijn bezig om de mens te vernietigen zoals de mens zou moeten zijn en zo. Ja, en dan bovendien natuurlijk de vraag, waarom op dat moment houden leuke lezingen in een cultuurclub in Bokstel, maar fysiek niet de algemene beschouwingen. Daar hebben ze toch al weinig vertrouwen in. En dat is volkomen terecht natuurlijk. Het is hij is in de politiek gegaan. Hij zit in de Kamer. Hij heeft een aantal kamerzetels gewonnen. Mensen zijn ook daarna allemaal weggelopen. Maar goed, hoeveel heeft hij er eigenlijk nog over in de Kamer? Ik 2 heb geen of idee. Zo? Weet geen ik veel. Idee. Maar in de Eerste Kamer was hij de grootste toen. Ja, zeker. Ja, je ziet wat daarvan terechtkomt, van dit soort van opgeklopt, raar electoraal succes. Want daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar in dit geval zou ik zeggen, dit is niet, als politicus ga je af als een gieter. Dit is gewoon flauwekul. Ja, inderdaad, pure provocatie. Ja. Misschien, ja. Het grote probleem is, hoe moet je op dit soort van gekken reageren? Dat is een enorm probleem. Nou, hoe vond je de reactie van Kaag? Het probleem met gekken is altijd, Kaag is weggelopen. Ik weet niet, misschien had ze het woord moeten vragen. Dat wilde ze doen. En had ze moeten zeggen, meneer Baudet, bent u wel eenmaal goed snik? Ze wilde het microfoontje pakken, maar ze kreeg het woord niet, want Baudet was in zijn toespraak. Oh. Dus toen stond ze op en toen liep ze weg. Oh, nou ja, ik weet dus niet precies hoe dat, laten we zeggen, formeel gegaan is daar. En met haar het hele kabinet. En Rutte als laatste, die dacht, jij kan nu niet blijven zitten. Dat is natuurlijk ook een verkeerd beeld. Dan krijgt u de koppen oneenigheid in het kabinet als Rutte. Hij was kennelijk niet erg enthousiast om weg te lopen. Nou is er ook weer een hele discussie ontstaan over hadden ze wel of niet moeten weglopen. Ja, kijk, het hoofddoel van Thierry Baudet was ruimschoots bereikt. Namelijk, hij had weer aandacht getrokken. Hij had mensen boos gemaakt. Hij had mensen verontwaardigd gemaakt. Had nog eens laten merken dat hij niet goed snik is. Dat hij in de politiek in feite niets te zoeken heeft, maar dan ook helemaal niets. Doe het elders. Begin een beweging. Hè? Maar ja, ik begreep uit de krant dat aan hem was Wilders vooraf gegaan, omdat hij natuurlijk als grotere partij eerder had gesproken. Maar nou, daar stonden een paar citaatjes van in de krant, dat je denkt, dat is precies even erg. Het heeft een iets minder geschrift filosofische samenhang dan die kletspraat van Baudet. Maar ja, dat bewijst allemaal te meer mijn eeuwige stelling. Je hebt niks aan die populisten. Nee, want het gaat er nu. Het zijn verspilde stemmen. Ja. Ze hebben geen enkele invloed op het beleid behalve bangmakerij en polarisatie. Puur en alleen negatief. Nee, we zijn natuurlijk in een hele vervelende, ronddraaiende beweging terechtgekomen. Waarbij mensen ontevreden zijn over de normale politiek. En dan stemmen ze populisten. En de populisten weten eigenlijk zelf totaal niet hoe ze serieus beleid zouden moeten voeren, waardoor die problemen oplosbaar zouden kunnen worden.
wat ze voorstellen is allemaal volkomen geschrift uit de EU. En terug naar de gulden en naar alle andere. Stikstof bestaat niet. En dan gaan ze maar door. Dus daar heet niet veel aan. Ja, en dan is dit natuurlijk een hele strategie is polarisatie. Want ook nogmaals, die citaatjes van Wilders was ook allemaal pure kwaadaardige polarisatie. Ook Wilders is natuurlijk vastgelopen in zijn eigen onnuttigheid. Hij is niet stom, dus hij begrijpt eigenlijk dat wat hij doet volkomen nutteloos is. En hij zoekt het dus in de polarisatie. Of hij dan hoopt dat hij ooit aan de macht komt dan. Hè? Nou. Want er is voor een populist niets rampzaliger dan aan de macht te komen. Ja, want dan ben je klaar. Ja, want dan ben je klaar mee. Want je kunt niks, ze kunnen niks. Nee. Als populist aan de macht komen, kun je één ding met absolute zekerheid voorspellen. Dat wat er misgaat, gaat nog veel erger mis. En bovendien neemt de corruptie hand over hand toe. Ja. Ik denk dat het enige doel van Wilders is dat hij lekker in die kamer kan blijven zitten met aardig wat mensen achter hem. Ja, misschien is dat het, ja. Maar goed, dan zeg je eigenlijk op iets andere manier wat ik ook zeg. Nou, ook dat hij natuurlijk verder volkomen nutteloos is. Ja, nou, in zekere zin is dat ook wel zo. Ik heb het al eens eerder vergeleken, ja. Het is een trein die op een zijspoor staat en ja, de locomotief begint wel erg roestig te worden. Af en toe komt er dan bij de algemene beschouwing komt er nog een pluimpje stoom uit. En voor de rest zit hij in een soort tuinstoel in de cabine. En wacht hij de volgende algemene beschouwing af. Maar zou je ook voorstellen, wat moet Wilders anders gaan doen? Stel hij komt op de arbeidsmarkt. Welk bedrijf wil zo iemand hebben? Nee, ja, Wilders zou moeten emigreren zonder meer. Ja. Nou, misschien kan een hele club Nederlanders die eigenlijk nergens meer verdeugen. Kan die een soort van gezamenlijke emigratiebeweging opzetten. En dan kan Siebert ook mee. Want ze zijn geven alles stom. Ja. Ik dacht ook aan Siebert. Ze zijn geven alles stom. Misschien kunnen ze met het geld van Siebert als startkapitaal ergens nog een heel lollig bedrijf beginnen. In Amerika kent niemand ze. Amerika is totaal niet geïnteresseerd in Europese binnenlandse politiek. Althans, de meeste Amerikanen weten ook niet waar het is. Dus dat is heel simpel. Dat zou ik doen. Ja. Dus dan hebben we Siebert daarbij. Ja, hier is het, ja. Wachten op het einde. Geen idee. Niemand zal de PVV ook bij dit soort van retorische uitbarstingen ooit vragen om bruikbare steun voor een kabinet te geven. Nee. Maar wij zitten ondertussen met de gebakken peren die outriders, of hoe noem je dat, die outriggers van de Nederlandse politiek. Nou zijn outriggers bij boten nog stabiliserende elementen, maar zij zijn dat helemaal niet. Waardoor natuurlijk de andere partijen op een ongelukkig kleitje in het midden zitten. Ja, en serieuze oppositie moeilijk te bieden valt. Ja. Wat heb je door al deze afleiding onthouden van waar het echt om zou moeten gaan, namelijk de inhoud? Nou ja, dat op zichzelf leek mij dat er heel behoorlijk op inhoud gediscussieerd is. Waarvan de algemene indruk is dat nu eindelijk de overheid wel een reeks van nuttige besluiten heeft genomen. Maar dat die besluiten, dat werd dacht ik door iedereen wel aangepunt, rijkelijk laat kwamen. Dat zei Hermans ook, hè? Van we zijn wel wat laat. Daarmee had wat eerder gekund. Nou, goed, volgens mij was dat ook bedacht. Als ze het zelf ook zeggen. Laten we maar een knieval een beetje doen. Ja, dat zit er wel in. Omdat ik ook dat prijsplafond ook nogal weer een beetje een dividendachtige affaire werd. Omdat we daar falikant tegen waren. Maar nu bleek, en toen dat we zijn hadden gezegd. Ja, in Brussel zijn ze er ook tegen. Maar in Brussel zijn ze er helemaal niet tegen. Nou, het kabinet zei het kan niet. En toen zijn ze het in Brussel gaan vragen. Zei Brussel, wat een onzin, het kan precies, zeker. Precies, dan bleken allerlei landen hebben die al partiële prijsplafonds hebben. Dus het was gewoon de ideologische lading van de VVD die hier geen puf in had. En die zelf in Brussel oppositie tegen een prijsplafond hadden gevoerd. Ja, en als je dan tenslotte op het allerlaatst denkbare moment, begreep ik, door de knieën gaat. Dat is allemaal niet erg sterk. En ook omdat natuurlijk alle grote affaires van de afgelopen jaren maar doorwoeden, hè, zonder dat er bij mijn weten althans serieuze vaart meegemaakt wordt, dat maakt allemaal natuurlijk een hele beroerde indruk. Ja, of dat nu wel heel breed is doorgedrongen, dat er iets grondig mis is met de effectiviteit van onze overheid. En dan moet je natuurlijk ook afvragen hoe dat komt. We hadden geen waardeloze overheid, die hebben we gekregen. Al die grote drama's, nogmaals, het is vaak gezegd, zijn door de Nederlandse regering zelf veroorzaakt. Vanuit het perspectief van
De kleine, alerte overheid die weinig kost, gedigitaliseerd is, modern, de overheid. Laat het korter samenvatten, zoals Reagan het ook ooit gezegd heeft, de overheid is een last op de schouders van de burgers. Ja. Het tegendeel blijkt het geval te zijn. Die overheid die verdwenen is, blijkt eigenlijk veel lastiger en onaangenamer te zijn voor de burgers. Ja. En kom maar weer eens terug, dat zal helemaal niet meevallen. Nee. Dat is ook even een reden dat ik vind dat Rutte had moeten oprotten. Nou, dat moet ik niet zo zeggen. Oprutten zeggen ze dan, hè? Ja. Nee, ja, er zijn ongetwijfeld nuttige dingen die hij had kunnen doen dan weer een kabinet. Hij zou zich ook nederig opstellen, maar daar was ook geen sprake van, toch? Nou ja, ik zag een van de koppen in de kranten, volgens mij het Financiële Dagblad had, dat die schreef van zelfverzekerde Rutte. De Kamer krijgt geen grip op de streken van de zelfverzekerde Rutte. Dat was een beetje. Ja, dat schrijven ze volgens mij bij alle algemene beschouwingen van de afgelopen jaar. Maar ja, wat heb je daar aan? Daar heb je niks aan. Zolang die heel ongelukkig. Dat idee dat de overheid de vijand is van de burger, heeft immense schade aangericht. En daar zien we nu de gevolgen van. Hè? Nog eventjes één vraag over dat prijsplafond. En misschien heb ik dat gemist. Waarom is het nog niet definitief? Want er is wel een plan, maar het is nog niet uitgesproken, we gaan het doen. Ik hoop dat het niveau nog bepaald moest worden. Nou, dus we moeten nog wat, het zal wel ingewikkeld zijn. Het is een zaak die nogal wat geld kost, heb ik begrepen. Maar het zal er dus wel komen, neem ik aan. Nou ja, ze hebben dat nu zo. Ja, ze kunnen leren, want ik begreep dat er in Frankrijk partiële prijsplafonds al veel langer waren geïnitieerd. Dus ja, ze zeggen, gaan ze in het buitenland kijken hoe ze het doen. Ja, ja. Valt je ook niet op dat als je... Maar ze hebben eigenlijk zelf... de fout gemaakt dat ze in ieder geval de indruk maakten dat ze geen groot gevoel van urgentie. Nee, maar dat is toch nooit. Dat is toch nooit. Nee, dus dat, maar goed, dat is hartstikke stom. Ja. Zelfs als je eigenlijk niks doet, doe dan of je urgent belangrijke dingen aan het doen bent. We bellen, we doen, we zullen enzovoort. Maar ook dat niet. Nee. Het was toch een beetje stilstaand water de afgelopen maanden. En het is maanden. Toch niet zo dat je dit niet zag aankomen? En dit was nee, in maart al bekend. Nee, ze zagen het dik aankomen natuurlijk. Ja. Maar toen zeiden ze al voortdurend, nou ja, wacht op de algemene beschouwing. En dan moesten we nog wachten tot 1 januari en dan zou het geëffectueerd worden. Dus uitstellen. Ja, dat is natuurlijk ook onzekerheid creëren. Dat is niks zo stom als dat. En ze willen geen beslissing nemen, maar daar moet je hem toch nemen, de beslissing. Dus ik denk dat ook gerelateerd is aan het feit dat ze het intern niet makkelijk eens kunnen worden. Ik begreep dat het nou niet een echt soepel functionerend kabinet is. Daar komt natuurlijk bij dat het CDA in een soort van permanente doodsnood met diarree op de wc zit. Dus ja, dan gaat het niet vlot allemaal, dat is wel duidelijk. Ja. Ze hadden mij gevraagd bij het CDA om iets, het was een paneldiscussie, maar volgens mij toen ze de podcast waren gaan opzoeken, hebben ze gezegd, nee, het hoeft toch niet meer. Vond ik wel grappig, denk dat ze dit allemaal gehoord hebben. Nou ja, ze moeten jou niet de schuld geven van wat ik denk over het CDA natuurlijk. Nee. Maar we hebben het CDA ook eigenlijk helemaal niet gehoord tijdens de algemene beschouwing. Ze hebben niet echt hun stempel kunnen drukken ergens op, toch? De jongen met de woningen, dat hebben we niet echt gehoord. Nee. Nou ja, kijk, hun punt is natuurlijk dat ze doodsbang zijn. Dat ze hun laatste structurele steun zullen verliezen, namelijk op platteland. Was niet het Overijssel de enige provincie waar ze nog een deuk in een pakje boter kunnen slaan? Het zal ook niet lang duren, toch? Ik denk dat het CDA toch ook... Die zijn wel redelijk klaar. Ja, dat is een beetje zo'n groot schip wat je dan, waarvan de achtersteven eigenlijk al onder water verdwenen is. En ja, de voorsteven nog niet waar, wanhopig omhoog steekt. De Titanic. Maar, ja, een beetje de Titanic, ja. En dan is Hoekstra dat orkestje dat door blijft spelen terwijl de boot zinkt. Ja, maar volgens mij was dat best een goed orkestje, maar Hoekstra niet zo, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. In de film waren ze volgens mij met z'n drieën. Waar ik kwam, is dat zo? Met de contrabas, die gast. Trouwens, het enige wat ik me ooit herinner van een stukje Titanic film is dat die dekstoelen alsmaar zo op en neer aan het schuiven waren. Ja. Heb je die nooit helemaal gezien? Nee, joh. Gewoon enkele interesse in. Dat is ook weer zo'n romantic interest film, toch? Dat is toch van die DiCaprio die op die voorsteven staat te zingen. Of zingt hij niet? Ja. En dan vergeet of die zingt, maar... Nou, in ieder geval staat hij wel voor op die boot. Nee, het was niet de film die ik wilde zien. Ik zag nu tot mijn, omdat wij Market Garden hadden behandeld vorige week, zag ik tot mijn immense verbazing, je zou haar zeggen, misschien luisteren ze bij Prime Video ook naar de podcast, hadden ze A Bridge Too Far, hadden ze. Oh, echt waar? Zonden ze uit. Oh. Een film die natuurlijk gaat over Market Garden en over de mislukking.
van Market Garden. En die had ik zelf nooit gezien. Wat natuurlijk een beetje gek is gezien mijn interesse in de hele zaak van Market Garden. Ook deels persoonlijk gestuurd. Dus die heb ik nu bekeken. Ik vond het ontzettend lang, die film. Maar ik vond het, en zeker omdat ik er wel wat van af weet, vond ik het eng een heel behoorlijke film. Ja. Zou dat niet het algoritme zijn? Dat jij misschien voor die podcast... Godzijdank zonder romantic interest. Dat zit daar niet in. Nee. Daar hou je niet van. Nee, dat wordt altijd met de haren bijgesleept natuurlijk. Hè? Ja. Dat is... Ja, dat zie je toch vaak ook in series. Er zit altijd een seksscène in. Of er zit een verliefdheidsscène in. Of... Ja, vooral bij Nederlandse films. Ik bedoel, je hebt nog geen pap gezegd. Of er trekt iemand zijn blouseje uit. Ja. Maar ik denk dat jij dat op jouw prime kreeg, omdat jij misschien iets hebt opgezocht over Market Garden. En dan slaan ze op van Maarten van... Ja, ik geloof dat ik... Dat zou kunnen dat ik... Nee, algoritme. Want, ja, dat was ook... Je ziet ook Prime Video's niet perfect georganiseerd. Want eerst dacht ik dat ik het moest huren of kopen. Maar toen zag ik tot mijn verbazing dat je het ook zonder... Dus toen heb ik het gewoon gedraaid. Ja, je hebt toch... Nogmaals, ik vond het geen slechte film. Nee. Had hele matige kritieken, begreep ik in die tijd. Maar ik vond hem niet slecht. Ik vond ook dat zij het in beperkte mate werd uitgelegd wat er fout was gedaan. Tip dus om in ieder geval die film te kijken. Patton kun je ook kijken. Als u echt geïnteresseerd bent in Market Garden, zou ik zeggen, kijk naar A Bridge Too Far. Die overigens in Deventer is opgenomen bij de brug. En Patton? Ja, Patton was om andere redenen. Gewoon Patton is gewoon een geweldige film. Waarvan het scenario, dacht ik, geschreven is door Coppola. En die vent, hoe heet die nou, die dat speelt, die Scott. Dat is een geweldige acteur. Er is eigenlijk maar één persoon die roet in het eten heeft gegooid. Want die vond helemaal niet dat het fantastisch werkte. Of liever gezegd, hij vond dat het verkeerd fantastisch werkte. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. En dat was Charles de Gaulle. Want de Gaulle zag niets in supranationale organisaties. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. De Gaulle vond dat de Europese economische gemeenschap nooit meer mocht zijn dan een samenwerkingsverband van nationale staten. Waarbij er bovendien al wel erg fijn was dat er één nationale staat was die daarbij de meeste praatjes had. Dit was een tijd dat Duitsland nog helemaal geen praatjes had. Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? In Sea Level hoor je hoe het Pieter Paul van Oerle lukte om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt al zijn mensen vast te houden. De link staat in de show notes.